Samen sta je sterker, ook op verhuurgebied. Zo kun je gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Deze ondernemer legt uit hoe het zit. House Hunting is een franchise-organisatie voor verhuurmakelaars. We zijn opgericht in 2005 en langzaam doorgegroeid. Op dit moment hebben we 18 kantoren en daarmee een van de grootste verhuurformules van Nederland. Kenmerkend voor ons is dat wij 18 individuele ondernemers hebben die lokale kennis combineren met onze landelijke kennis en onze landelijke naam. De beleggers gaan met ons in zee omdat ze eigenlijk drie dingen zoeken. Ze zoeken gemak, ze zoeken veiligheid en ze zoeken rendement. Allereerst, wij zijn lokaal aanwezig, dus vandaar het gemak. Veiligheid creëren wij doordat we een nationale partij zijn, een derde geldrekening hebben en dus die veiligheid kunnen bieden die een investeerder graag wil. Ten slotte bieden wij een soort keuzemenu aan. De investeerder kan kiezen om alle facetten van het verhuur en het beheer uit te besteden. Maar daarnaast kunnen ze ook zeggen, bepaalde facetten wil ik graag zelf doen. Die kans bieden wij hun. We onderscheiden ons enerzijds door dat wij lokaal aanwezig zijn en lokale kennis hebben. Daarnaast zijn we een grote partij in Nederland, dat we 18 kantoren hebben. En die kennis en die ervaring bundelen we in onze organisatie. Ten derde zijn we transparant. We hebben een portaal wat 24/7 beschikbaar is voor de investeerder, waarin hij dagelijks zijn administratie van het vastgoed kan volgen. Wij screenen zowel huurders als verhuurders. Huurders worden uitgebreid een antecedentenonderzoek gedaan. Daarnaast screenen wij op echtheid van documenten en op financiële draagkracht. Daarnaast vindt er altijd een persoonlijke ontmoeting plaats met de huurder, alvorens wij de huurder aanvragen bij de verhuurder. De uiteindelijke beslissing die is echt bij de verhuurder. De samenwerking met Ben en zijn team is ontstaan omdat ik op zoek was naar een stukje ontzorging. Ben en zijn team die ontzorgt mij volledig door letterlijk van A tot Z alles te beheren voor wat betreft de panden die ik in bezit heb. Het zoeken van de huurder tot en met potentieel het oplossen van een cv-ketelprobleem. De samenwerking verloopt tot nu toe heel goed. Ik heb heel veel panden over heel Nederland. En doordat ik één aanspreekpunt heb, weet ik dat mijn panden altijd in veilige handen zijn. De verhuurder screenen wij ook. Allereerst moet een verhuurder kadastraal eigenaar zijn van het object. Of het moet zijn gemachtigd door de eigenaar. En daarnaast screenen wij op leefomstandigheid. Je kan je voorstellen dat als er een woonruimte niet echt geschikt is om in te wonen, dat wij die ook zeker niet in de verhuur nemen. Wij helpen mensen de juiste woning te vinden op de standaard manieren. We bieden alle woningen aan op de landelijke platformen zoals Spararius. Maar daarnaast hebben we op onze eigen website hebben wij de mogelijkheid om een zoekprofiel aan te maken. Indien men dat doet, dan krijgt men dagelijks een update van alle beschikbare woningen die binnen zijn of haar regio vallen en binnen zijn of haar zoekprofiel. Daarnaast kunnen wij optreden als aanhuurmakelaar indien er een woning gevonden is die niet binnen onze portefeuille valt. Daarbij zetten we onze kennis en onze ervaring in om de mensen te helpen die woning te betreden. Het grote voordeel voor een belegger om het beheer uit te besteden aan ons is eigenlijk tweedelig. Allereerst is accuraat beheer stiekem veel meer werk dan men denkt. En ten tweede heeft een fiscaal aspect. Als men vastgoed heeft en dat in box 3 opgeeft, dan zijn de huurstromen niet belast. Dat is lekker, dat komt net al binnen. Echter, er mag ook geen arbeid voor worden verricht. Indien men dat wel doet, dus het beheer zelf uitvoert, worden alle huurinstromen, die kunnen worden belast in box 1 tegen 38% of 51%. Dat is natuurlijk een enorm aanslag op je rendement. Het vinden van investeringspanden is eigenlijk geen probleem. Dagelijks krijgen wij aanbiedingen van mogelijkheden om te investeren. Echter, om die panden op waarde te schatten en om het juiste rendement te vinden en de juiste veiligheid te vinden, dat is net het verschil tussen een goede en een minder goede makelaar.